vergeet niet dat ik dit voor jullie doe, hè jongens. Ik kijk er niet naar uit, naar de video's die eraan komen. Maar ik denk dat het wel heel leuk en lachen wordt. Nou, er zit net toevallig een buurman te kijken tegenover me. Die zal wel heel raar denken, hoe van. Goedemorgen. Het lampje is zo fel in mijn gezicht. Oh, zo. Gisteren nog een hele leuke avond gehad met Jesse. En de rest er allemaal bij ook. We hebben nu al kapotte deel 3 gezien. Voor de rest gewoon lekker gebarbecued. Ja, vandaag nog steeds weer niks echt op de planning. Misschien vanavond wel, als het doorgaat. Vissen, dus dat is leuk. Vissen en gamen. En voor de rest gaan we het toch gewoon zien vandaag. Eerst even wakker worden, dat is wel belangrijk. Ja, het is ondertussen middag geworden en ik word echt een beetje gek van die bestanden overzetten. Kijk, hier zien jullie misschien dat blauwe dingetje. Dat blijft maar doorgaan. En dat is bij elk bestand. En elk grote bestand duurt dus zo lang. Ik word er zo gek van, want ik kan mijn camera dan niet gebruiken. Ik kan dan niks. Die camera die is gewoon dan, ja, een soort van, ja, niet bruikbaar gewoon, want hij zit aan die laptop vast. Plus dan ook nog tot heel veel, ja, plannen die ik eigenlijk had om te doen. Allemaal gecanceld zijn en dergelijke. Zo had ik het allemaal niet echt voor me gezien op het moment. Erg jammer, maar we moeten het doen met wat we hebben, denk ik. Vanavond ga ik in ieder geval wel weer naar Jesse ook. Misschien gaan we vissen, misschien niet, dat ligt even aan wat dingetjes. Ik hoop van wel, maar ja, mijn gevoel zegt dat het niet gaat lukken misschien. Dus ja, dat zal dan ook wel weer een domper zijn. Ik probeer nog sowieso naar Walibi te gaan een keer. En naar een dierentuin, dat komt dus hopelijk. Moet me dat wel lukken? Ik word een beetje gek anders. Ik wil gewoon leuke content voor jullie hebben, maar op deze manier lukt dat niet. En ja, dat spijt me. Wat ik wel ga doen, is sowieso natuurlijk Supercar Sunday. Ik denk, ja, deze staat dan nog wel online, deze video. Ik heb vrijdag ook wel een leuk zoekdagje. Nou, het is eindelijk groen geworden. Dus die is klaar. Nou gaan we maar weer even gamen. Dat is het plan. Totdat ik vanavond wat meer weet over hoe en wat de plannen zijn met vissen of weggaan of wat dan ook. Vanavond gaan we als het goed is spinazie eten was het plan. Gewoon thuis. Ja, goed voor de spierballen. Papa is er niks bij. Oh, er zit net toevallig een buurman te kijken tegenover me. Die zal wel heel raar denken hoe of wat. Geweldig. Zo tegen een camera aan praten, midden in de kamer. Op het bureau slaan. Ja, sorry. Ik kan er ook niks aan doen, buurman. That's just my life now. Heb je smakelijk? Klaar met het eten. En ja, Jesse komt dadelijk deze kant op. Dus ik denk niet dat het vissen gaat worden. Maar misschien kunnen we gewoon gamen misschien. Als hij PlayStation mini. Moet ik eigenlijk even vragen. En anders misschien gewoon lekker een filmpje kijken weer. De eerste keer Fortnite en helemaal op de PlayStation. 3 keer gewonnen al. Van 4 potjes. 3 keer gewonnen. Mogelijk. Kijk dan. Dus ja, ik hoop dat we het beter bijverdienen. Op naar de volgende. Ja, na dat gamen krijgen we natuurlijk wel een beetje trek. Dus waar gaan we nu heen? De McDonald's. Verrassing. Maar we hebben wel iets van 4 potjes gewonnen van Fortnite. Best een goede score vind ik zelf. Als je het voor het eerst speelt. Maar we gaan er nu heen. En dan als we daar zijn, wat gaan we nemen? Waar heb je trek in? Ja, van alles. Kipnuggetjes sowieso. En misschien nog iets van een hamburgertje. Gewoon een losse hamburger. Daar is de grote gele emmer. Ik dacht, ik wil ze toch nog even proberen. Wat ga je proberen dan? De spicy nuggets. Ik heb ze al een keer geprobeerd, maar toch nog een keertje. Toch nog. Nu kan ik ze testen met de normale kipnuggets. Zo. Ik weet niet wat dat voor wagen is, maar de bestelling is binnen. Wat hebben we uiteindelijk gekozen? We hebben 20 McNuggets. Daar hebben we hier een lampje voor. Hutske day. Ja, dit zijn de chicken nuggies. En dan zou je de rest in moeten zitten. Hoop ik voor ze. Een hamburger. Ja, een Big Mac. Spice nuggets en een croquette. Dus dat gaan we even thuis opeten. En daarna gaan we of een film kijken of wat FIFA doen. En dan zien jullie ons thuis wel weer. Als wij weer aan het eten zijn. Dat wordt wel een terugkomend dingetje, hè? Eten. Nou, dit is het uiteindelijk geworden. Dit is voor mij. Deze delen we. Dit is voor Mr. Jesse. Eet smakelijk. En
We gaan toch even testen wat nou de beter is van deze. Het eten zit erin. Tijd voor FIFA. Juventus tegen Liverpool. Succes. Oké. Succes. Ik denk dat ik ga verliezen. Oké, het is nu rust. Ik stond 1-0 voor. Ja, je ziet het zelf al. 2-1. Shit. Maar het is nog een tweede helft. We gaan ervoor. A few moments later. 5-2. Ja, echt waar. Ik had hem niet moeten flashen. Nu was hij boos. 5-2. Maar ik had wel erg kansen. Normaal heb ik dat niet. Maar nu wel. Alleen toch, je scoort er niks mee. Hier, de statistiekjes. Schoten op doel. 18 om 12. Moet beter kunnen. Oké, poging 2. Hij is Barcelona. Ik ben... PSG, dat was ik, ja. Nou, dat gaat al goed als ik niet eens weet wie ik ben. Oké, nu gaat het redelijk gelijk op. 1-1. Ja, wat moet ik zeggen? Allebei wel wat kansen gehad. Hij iets meer, maar het staat toch nog 1-1. Tweede helft. 5-2. Moest mogelijk. Het ging zo goed. 1-0 voor. 2-1 achter. 2-2. Ja, en dan gaat het in één keer fout. Jammer weer. PSG FC Barcelona nu. Kijk wie er gaat winnen. Oké, ik zei net Barcelona, maar het was natuurlijk FC Bayern. 1-0 voor, 1-1, 2-1 voor, 2-2. Ah, kom op, we gaan winnen. Eindstand. Het stond 3-3. We hebben helemaal verlengd tot aan de 120ste minuut. Kijk, 120 minuten. En heeft hij weer gewonnen gewoon. 3-0 afgemaakt. Ah. Beetje jammer. Volgende keer is het weer mijn beurt om te winnen. Nou, dat was weer een gezellige avond, zoals jullie konden zien. Met Fortnite, de eerste keer dat ik het op de PlayStation speel met de controller. 4 keer gewonnen. 4 keer, hoe is mogelijk? En FIFA, 3 keer verloren. Jammer, jammer. Volgende keer mijn revenge. Dus ik ging met FIFA 2021 bij die tijd. Maar ik deed wel aardig goed. Normaal verlies ik ook, maar dan op een andere manier. Nu kon ik nog wel een beetje strijd geven. Ik ga nu me klaarmaken om verder te slapen. Het is 1 uur 's nachts ondertussen. Dus ik zie jullie morgen weer. Slaap lekker. Goedemorgen, hallo. Wat ga ik doen van nu eigenlijk nu? Ontbijten, dat ga ik doen. En ik ga vanmiddag ga ik ook even boodschappen doen voor de extra video. Die als het goed is al online zou staan als jullie dit zien. Dat moet ook even gebeuren. En voor de rest... Nog weinig plannen eigenlijk. Misschien vanavond wel met Jesse weer. Of ik wil misschien gaan poelen met iemand anders. Maar dat moet ik even regelen. Dus dat zullen jullie nog wel zien wat eruit komt. Maar eerst eten, dan even klaarmaken en boodschapjes doen. Ja, ik heb me helemaal even klaargemaakt. Ik kijk wat er net vanaf binnen is gekomen. Dat is een oplaadstation voor mijn batterijen. Ik deed eigenlijk altijd de batterij gewoon opladen via de camera. Maar ja, dan kan ik de camera een paar uur niet gebruiken, omdat die aan de lader zit. Dus nu heb ik dit gekocht, kan ik hem gewoon erin zetten, die oplader. En dan, is makkelijker. Dus daar ben ik wel blij mee. Ik heb 2 batterijen heb ik voor de camera. Dus als er eentje in de camera zit, dan kan ik de andere opladen. En kijk, je hebt 2 stationnetjes. Maar ik zal vast later nog wel meer batterijen kopen. Dus dan kan ik gewoon 2 tegelijk opladen. Nu even door de washok. Deze zou klaar moeten zijn. Maar hij zegt nog 23 minuten. Maar... Want ik heb gehoord dat het om 2 uur klaar zou moeten zijn. Dus ik kom zo bij jullie terug als ik de droger ga. Uit. Stop. Nou, dat even ophangen. Er is niet heel veel plek meer. Zo. Zo. Hele berg handdoeken. Ja, dat was het dan. Dit ga ik allemaal even weer terug in de kast leggen. Het is eigenlijk al helemaal droog. Het is wel warm als je zo kleding net uit het droog hebt. Oh, helemaal een rode kop van. Ik ga nu even naar de supermarkt toe. Dan ga ik even wat spulletjes halen voor een extra video. Die als jullie dit zien lang al online staat. En misschien zelfs een tweede extra video. Dan gaan we nu naar de supermarkt even wandelen. Het is nog lekker weer. Kort mouwtjes. Ik zie jullie als ik bij de supermarkt ben. Dat is echt 5 minuten lopen. Dan gaan jullie zien wat ik ga kopen.
al die copyright muziek kan ik niet echt filmen. Dit is wat ik tot nu toe heb. Dit is voor een video. En dit allemaal is voor een video. Ja, ik ben helemaal geslaagd voor mijn gevoel, dus daar ben ik wel blij mee. Hier is een hele tas vol. Ik ben benieuwd hoe het gaat uitpakken. Maar jullie hebben dat al gezien, het resultaat. Nu weer een korte wandeling naar huis en dan gaan we denk ik even gamen. Nou, we zijn alweer bijna thuis. Vergeet niet dat ik dit voor jullie doe, hè jongens. Ik kijk er niet naar uit, naar de video's die eraan komen. Maar ik denk dat het wel heel leuk en lachen wordt. Dus ik hoop ook dat jullie het leuk en lachen vinden. Jullie hebben ze waarschijnlijk al wel gezien. Dus ja, vergeet vooral die video's ook te liken en te delen met iedereen. Want daar helpen jullie mij en het kanaal heel erg mee. En ja, dan kunnen we ook ervoor zorgen dat we vaker van dat soort video's en extra video's kunnen opnemen. Dus doe dat vooral even. Daar zou ik super blij mee zijn. En ik hoop dat jullie blij zijn met het resultaat uiteindelijk. Want ik weet het zelf nog geen eens. Ik heb de video's nog niet opgenomen. Maar let's go. Ik heb er zin in. Zo, we zijn thuis gearriveerd. En ja, dit is het geworden. Eieren. Oeh, wat zou dat nou voor zijn? Oh, veel meer eieren. Ik heb veel gewoon huismerkjes. Want ja, ik heb nog geen YouTube monies. Met de dingen doen die ik heb. Yes, ik heb 3 spelletjes gespeeld. Alle 3 gewonnen. Dat is een betere score dan met FIFA. Ja, ik ga nu even wachten op de avondeten. Dat duurt nog wel eventjes. Het is lekker weer. Alleen een klein beetje windje. Maar verder rechts niet zoveel meer op de planning. Netflix tijd. Ik ga even een film kijken. Primal. Lange tijd geleden dat ik Netflix kijk. En deze stond als nummer 4 in de Nederlandse top 10 of zo, weet ik veel. Dus ja, laten we maar kijken. Een review volgt op het einde. A few moments later. Yes, de film is afgelopen. Overal scoren, ik denk 6,5, misschien 7. Zaten wel wat spannende stukjes in, maar ik vond hem aardig snel van 0 naar 100 gaan, om het zo maar te zeggen. Ja, de verhaallijn miste een beetje, maar op zich wel leuk. Dus ja, 6,5, 7. Primal heet die, gewoon op Netflix te zien. Dus ja, als je wil, kan je hem kijken. Tijd om de video af te sluiten. De aankopen zijn binnen voor de extra video's. 1 extra video staat al online. Die met de ei op mijn hoofd. De andere video komt binnenkort online. Als het goed is maandag. Dus ja, blijf daar ook vooral voor wachten. En abonneer. Doe dat duimpje omhoog. Dat helpt het vreselijk. We gaan heel lekker op het moment. Dus blijf dat vooral volhouden. Volg me ook op social media. Lucas Adolf Official op Instagram. Ja, deel het met alles en iedereen die je kent. Want ja, we moeten gewoon blijven stijgen natuurlijk. Het gaat zo goed, dus dat moeten we ook volhouden. Ik wil jullie in ieder geval allemaal hartstikke bedanken. En tot de volgende video. Later!